Ik heb de laatste tijd op meer aandacht besteed aan het onderwerp off the grid. En dit is weer zo eentje in het kader daarvan. Ik had de vorige keer een zonnepaneelcontrole die ik recent gekocht heb. Die ga ik binnenkort ook inzetten. Dit is iets anders. Kun je voor 15 à 20 euro kopen via de bekende Chinese websites. Het ziet er een beetje uit als een voeding, maar dat is het dus niet helemaal. Want er zit nog wat extra's aan. Dit is een handbediende oplader met twee USB aansluitingen en twee schakelbare aansluitingen. Die kun je schakelen tussen 3, 5, 6, 9, 12 en 15 volt. Ik denk niet dat het gestabiliseerd is. Er is ook nergens een vermelding te vinden van hoeveel stroom dat het is. Er staat wel ergens op dat het 20 watt zou zijn. Wat natuurlijk niet onaardig is. 20 watt is een fors vermogen, vind ik, voor handslingeren. Het gaat niet zwaar. Je kunt wel merken dat er een vliegwiel in zit, tenminste dat er een transmissie in zit en dat de dynamo veel sneller draait dan dat je die grote slinger draait. Maar het gaat niet super zwaar. Ik heb geen idee. Ik bedoel, penlights moeten 14 uur laden. Wat de praktijkwaarde is. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar het was zo goedkoop dat ik denk van, nou ja, dat laat ik toch komen. Het ziet er toch behoorlijk mooi uit. Mooi kastje. Een handbediende oplader. In de oorlog als knijpkat te koop. Nou ja, dan waren ze wat kleiner en dan kon je er alleen een zaklamp op laten lopen. Hier kun je toch USB op aansluiten. Ik durf er toch echt niet een apparaat op aan te sluiten hoor. Want volgens mij is dat nooit stabiel. Maar ik ben van plan om nog eens een keer goed te kijken of de spanning die eruit komt schoon is. Ik denk dat het alleen voldoende is om accu's mee te laden. Hè. Veel verder kom je er niet mee. Maar het is een leuk curiosum. Een grappig ding. Nou ja, hiermee kun je dus de spanning schakelen. Dat is zo'n schuifschakelaar. Hè. En dat gaat er om de spanning die hieruit komt. Maar in geval van nood kun je dat toch, je hoort dat je powerbank mee opladen. En penlights denk ik niet, maar powerbank dat gaat misschien wel. Als je dan een powerbank hebt die 2 uur hebt, nee, dan is er wat te doen. Pak je er een lekker kop koffie bij, je zit tv te kijken, hè? De avond slingeren. Jawel. Nou, ja, leuk item. Dat dan weer wel.